iedereen moet weer aangifte doen voor de belastingen. Dan gaat de Belastingdienst die gaat uitzoeken hoeveel belasting je moet betalen. Maar stel nou dat je daar geen zin in hebt. En je belt met het ministerie van Financiën en je zegt van, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om belasting te betalen. Ik wil wel een klein deel betalen, maar geen cent meer. Denkt u dat dat kan? Ja, bij u kan dat niet, maar bij multinationals kan dat wel. Ja, de blik bij het ministerie van Financiën is een beetje vertroebeld. Ik ga ze een klein beetje helpen, wat meer uitzicht geven, wat meer vergezichten. Het is wel nodig. Ze zijn wel een beetje vies allemaal. Ja. Fijn dat u ons even kan ontvangen. Ja. Zou we willen stoppen met filmen? Nou, wij willen even wat aanbieden aan de minister. We willen een belastingdeal voor de bevolking, omdat er 5,5 miljard op dit moment... U mag even de gegevens willen noteren. Nee, de film blijft draaien. Nee. We willen u namelijk wat aanbieden. We willen een belastingdeal maken voor Nederland. Er gaat nu elk jaar 5,5 miljard naar de multinationals, als cadeautjes naar de multinationals. Met die 5,5 miljard willen wij heel veel docenten, agenten, verpleegkundigen in dienst nemen. We willen een studiebeurs, we willen mensen op de sociale werkplaatsen. Maar de minister is niet in huis. Nee, die is in het land. We proberen nu iemand van communicatie. Protocol. Prima. Het gaat er dus om dat multinationals heel veel belastingdeals kunnen sluiten met het ministerie van Financiën. Kost 5,5 miljard. Dankjewel. Nou, we hebben het plan aangeboden aan minister Jeroen Dijsselbloem. Ik hoop dat hij er iets mee gaat doen, maar u kunt ook helpen. Ga naar www.onsgeldterug.nl.